is een zonnige dag vandaag. De temperatuur ligt zo rond het vriespunt. Dit is het TV West nieuws van donderdag 13 december. Ik ben Sander Knoera. De asielzoekers op de Koekamp in Den Haag moeten vandaag weg van de gemeente. Een kort geding kon daar gisteren ook niks aan veranderen. Onze verslaggever Martine Boerkamp was vanmorgen op de Koekamp en ik vroeg haar hoe de situatie daar nu is. Zoals je ziet, een deel van de uitgeprocedeerde asielzoekers is er nog steeds. Ze hebben de nacht doorgebracht in de tent en proberen zich nu een beetje warm te houden aan straalkacheltjes hier in de tent. Maar kan je vertellen, heel veel warmte komt daar niet van af. En een deel ligt gewoon nog te slapen onder flink aantal dekens. Te wachten op wat komen gaat vandaag, nadat ze gisteravond geen gelijk kregen van de rechter. Ze zijn naar de rechter toegestapt om het besluit van burgemeester Van Aartsen ongedaan te maken om het kamp te ontruimen. Maar de rechter heeft ze dus geen gelijk gegeven. Nou, de asielzoekers hier worden al een hele tijd bijgestaan door een grote groep sympathisanten. En zojuist sprak ik met een van hen. Er zijn ongeveer 25 vluchtelingen zijn vertrokken. Dus die zijn toch bang dat ze in vreemdelingendetentie komen. En die hebben we gelukkig bij sympathisanten kunnen onderbrengen voor het moment. Dus die zwerven nu niet op straat? Nee, moment niet. Maar ja, hoe lang deze mensen opgevangen kunnen worden is natuurlijk ook de vraag. Dit is voor een aantal dagen. Ook als dit kamp zou weg zijn, dan is de bedoeling dat de acties toch doorgaan. Want er is nog steeds geen oplossing. En mensen staan nog steeds op straat. Als de politie dan in de loop van de dag of misschien vanavond wel komt, hoe gaat het dan? Gaan jullie op een vreedzame manier meewerken? Nou, meewerken zullen wij niet doen, maar vreedzaam zal het hopelijk wel verlopen. Vanuit ons in ieder geval wel. Wat de politie natuurlijk doet, daar kan ik weinig over zeggen. Dat ze ook afwachten. Maar er zal niet mee worden gewerkt. Een vreedzaam verzet worden gepleegd. Wat kunnen deze mensen nog dan vechten voor hun bestaan? Dat zullen ze toch waarschijnlijk hier in Den Haag gaan doen. Want ja, hier moet de oplossing vandaan komen. Het kamp moet vandaag dus ontruimd worden. Wanneer en hoe dat gaat gebeuren is onduidelijk. Er staat hier al de hele nacht politie. Ik heb het even aan ze gevraagd of zij weten hoe en wanneer dat gaat gebeuren. Maar zij wisten dat niet. Horecaconcern Van der Valk gaat het verplichte onderhoud aan de pier niet uitvoeren. Ze zeggen dat ze het niet kunnen betalen. Dat zei de Haagse wethouder Noorder gisteravond tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Nu gaat de gemeente Den Haag het onderhoud doen op kosten van Van der Valk. De pier verkeert in slechte staat. De gemeente heeft zelfs betonrot vastgesteld. Om de veiligheid van de bezoekers niet in gevaar te brengen, herstelt de gemeente de schade nu. En als Van der Valk blijft weigeren deze kosten op zich te nemen, dan stapt Den Haag naar de rechter. Want één ding is duidelijk, iemand die een stuk vastgoed heeft, is verantwoordelijk voor het onderhoud. En als ze niet willen betalen, dan gaan we zorgen dat ze het gaan betalen. Maar daar kunt u toch niet voor zorgen? Ze doen het niet, want ze weten dat dit zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt. Desondanks gaan ze het onderhoud, nemen ze niet op zich. Nee, ik vind het ook wel heel kwalijk hoor. Zo'n groot bedrijf, ook al hebben ze een aparte BV gezet, die moet gewoon zorgen voor goed onderhoud van hun vastgoed. Ook die belangrijke Scheveningse pier. Volgens de eenmansfractie van Richard de Mos is Van der Valk helemaal niet van plan om nog een euro in de pier BV te steken. En dreigt daardoor zelfs een faillissement. Als ze de BV de pier failliet laten gaan, ja, dan kan de gemeente gaan aankloppen bij de curator. Ja, dan hebben we een heel groot probleem, want het slopen van de pier, ja, dat gaat waarschijnlijk ook miljoenen kosten. De VVD in Zoetermeer begrijpt niet dat de bouw van Factory Outlet Center Blijzo is afgeblazen, terwijl het aantal banen in de regio nog steeds daalt. Krappe meerderheid in Provinciale Staten hield gisteren de plannen tegen. Gisteren werden ook de nieuwe cijfers over de werkgelegenheid in de Haagse regio bekend. In Zoetermeer en Rijswijk daalde het aantal banen met 4% ten opzichte van 2011. Dat is harder dan elders in de regio Haaglanden. Blijzo zou tenminste 700 nieuwe banen moeten opleveren. Het Lange Landziekenhuis in Zoetermeer sluit uit voorzorg twee afdelingen na de vondst van de MRSA-bacterie. Het gaat om de afdelingen interne geneeskunde en neurologie. De bacterie werd geconstateerd na een onderzoek van een patiënt. Ook bij een medewerker is de MRSA-bacterie gevonden. Patiënten op de afdeling worden geïsoleerd verpleegd en bezoekers moeten beschermende kleding dragen. Bij de sloop van 66 portiekwoningen in Delft is asbest gevonden. Vorige week ging de aannemer van start met sloopwerkzaamheden aan de Professor Telderslaan en de Hendrik Casimirstraat. Toen werklui op asbest stuitte, zijn de werkzaamheden meteen stilgelegd. De veiligheid van de buurtbewoners zou niet in het geding zijn geweest. De Haagse PVV-kamerlid en fractievoorzitter in de gemeenteraad Machiel de Graaf is in opspraak geraakt. Volgens NRC Handelsblad zou hij vorig jaar allerlei klachten over het VCP in Den Haag hebben verzonnen. De Graaf zou verder drie banen in de politiek hebben gecombineerd. Hij noemt de beschuldigingen zelf klinkklare nonsens.
Tennisser Timo de Bakker heeft gisteravond de Masters in Rotterdam verlaten met een rugblessure. De Bakker kampte al voor zijn eerste optreden op het toernooi met een blessure. Hij liet aan Omroep West weten dat hij vandaag een scan laat maken. Dan kijken we tot slot nog even in de kranten van vandaag. 40.000 klachten over Polen en Roemenen. Dat is de kop van het AD. Sinds de PVV het meldpunt begin dit jaar opende, kregen zij vooral klachten over dronkenschap, lawaai en parkeeroverlast. De PVV noemt het meldpunt dan ook een succes. Zij willen dat er nu naar aanleiding van de klachten strenger wordt opgetreden tegen Polen. En de Haringkoning mag niet uitbreiden, dat schrijft de Telegraaf. Dat is het resultaat van een lange juridische strijd tussen de viskraam op het Rijswijkseplein en de gemeente Den Haag. De Haringkoning wilde een kelder onder zijn zaak om onder meer toiletten daarin te bouwen. Maar de gemeente was bang dat de kademuur zou beschadigen door de werkzaamheden. Tot zover het TV West nieuws voor dit moment. Meer nieuws vindt u op onze website omroepwest.nl. Natuurlijk zijn we ook de hele dag te volgen via 89.3 Radio West. Voor nu wens ik u een hele fijne dag.